Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video en vandaag laat ik mijn Lego collectie zien. Nou, dit is dus een beetje mijn collectie. Dus laten we maar hier beginnen. Dit is wel een leuk begin. Ik heb hier allemaal zooien liggen. Poppetjes. Emmet ligt hier. Jar Jar Binks. Oké, dan gaan we eventjes dit stukje hierheen. Ik heb hier een heel klein mokje gemaakt. Dit is Starkiller Base. Dan kijken ze allemaal naar General Hux en dan... je weet wel, denk ik wel hoe het gaat. Darth Maul staat daar ook. Hier wat kanonnen. Dit is dus wel eigenlijk mijn basis. Overal troopers lopen hier. Palpatine's kamer, controlekamer. Maar dit is dus mijn basis. Hier mijn Rebel basis. Sets. Dus dat is ook wel leuk. Dus Lucas. Dan gaan we hier naar de stad toe. Dit is mijn stad. Ik heb best een grote stad op zich. Niet natuurlijk echt. Nou, dat is niet ongelooflijk groot, maar ik vind het wel groot genoeg. Laten we even gaan beginnen bij dit gebouw. Dit is mijn zelfgemaakte Ghostbusters headquarters. Deze is wel cool. En dit kan ook aan met een light brick. Kijk. Altijd leuk. Hier kan je ook zo naar beneden glijden. De poort kan ook open. Zo. Op deze manier. Zo. Super cool. Mag die weer terug? Een paar custom gebouwen. Albert Heijn. Daar moeten nog een paar stickers op worden geplakt. En hier een custom McDonald's. Daar zwerftjes. Die staan daar. Die kennen jullie waarschijnlijk nog wel van de vakantietour video ding. Hier Starbucks, deze heeft mijn broer gemaakt. Ook heel erg leuk vind ik. Hier zijn heel veel auto's. Dat is wel vet vind ik zelf. Ik heb hier de DeLorean van Back to the Future. Ik wou deze set al heel erg lang. Ik ben echt een hele grote fan van Back to the Future. Ja, dit vind ik ook altijd wel leuk. Ik heb hier mijn nep Lego stukje. Dit zijn zeg maar neppe Lego poppetjes. Snuban dingen. Bambao is dit volgens mij. En hier een rekje met allemaal wapens, die zit ook bij de ridder. En een klein prutautootje. Hier zit een vechtscène met het dak met Loki. Kijk, ik heb weer de hoed van Loki even teruggegeven. Dit zijn eigenlijk al mijn Marvel poppetjes. Ja, ik heb ook nog, daar kunnen jullie zien, Wolverine en Deadpool. Met die helikopter. Maar dit is dus dat gedeelte. Op de Palace Cinema. Deze kennen jullie waarschijnlijk nog niet. Voor mij kennen jullie echt nog heel veel niet. Maar de Palace Cinema heb ik ook. Dit is mijn enige modular. Ik vind dit zo'n mooie set. Ik ben er ongelooflijk blij mee. Hier mijn pizzeria. En heel veel auto's dus. Ja, dit is het huisje van Pepper en Ridder. En dan gaan we hier, of ja, dat is hier Jokerland. Maar we gaan eerst nog eventjes naar mijn GCPD gebouw. Dit is mijn Gotham City Police Department. Dus ja, ik weet dat... Veel van de Lego community is meer Marvel eigenlijk, maar ik vind DC altijd leuker. Ik ben echt heel erg fan van Batman. Nou, Batman staat er bovenop en Catwoman is er ook bij. Ik moet nog even Catwoman een ander plekje geven. Commissioner Gordon, de Batsignal. Niet echt heel erg cool, maar ja, hij kan er wel mee door. Poison Ivy gedeelte daar. Er zit ook een agent vast in de planten. Ja, dan gaan we nu naar Chocoland. Dat is ook wel heel leuk. Het staat hier ongelooflijk vol, zoals je kan zien. Ik heb heel veel Lego minifigure suit guys hierin gezet. Zoals de Worsteman. Nog even. Nou, verdraaid. Zoals de Worsteman. Pepermannetje heb ik daar. Joker, het soort van paleis. Oh ja, dit is wel heel leuk. Ik weet niet of jullie Two-Face al hebben gezien, maar ik heb wel de originele, echte Two-Face. Daar ben ik wel ongelooflijk blij mee. Ik heb dus niet die set, maar wel Two-Face. En ja, hij was helemaal niet duur. Ik denk dat, ja, ook van iemand op Marktplaats, hij was nog helemaal nieuw. En iemand verkocht hem voor 5 euro. 5 euro voor Two-Face, jongen! Op eBay wordt hij aangeboden voor 30 euro of zo. Ik vind hem eigenlijk leuker dan de nieuwe Two-Face met oranje en paars. Poison Ivy is natuurlijk met haar de attracties Harley Quinn's Wheels of Fire. Dus ik vind het wel echt een hele leuke set. Daar is de tweede pinguïn van mij. Ik heb hier nog wat van Indiana Jones. Ik vind Indiana Jones ook leuk. Hier de bootjes. Nou, in ieder geval met Venetië en Elsa Schneider. Indiana Jones, de twee van die
Robards. Ik vind het een heel leuk set met de bootjes en die krijg je ook bij de brug. Dan gaan we nu naar mijn, een beetje wat interessantere dingetjes denk ik. Ik heb hier mijn Kashyyyk mok, mijn Battle of Kashyyyk mok. Deze hebben jullie ook nog nooit gezien. Dit is mijn Battle of Kashyyyk, 2 Corporate Alliance, al mijn droids. Als jullie willen dat ik mijn droidleger ook ga doen, dat mag, maar ik heb niet echt heel veel droidspullen. Nou, hier dus allemaal clones, vuur, explosies. Dus dat is wel cool. Dan gaan we nu even naar die eronder. Dit is de Batcave. Dit is een beetje moeilijk te zien, omdat het hier best wel donker is. Er valt niet zoveel licht in. Maar hier hebben we de Batboot. De Batjetski of zoiets. Ik weet het niet. Die zat ook bij de Pimini set. Dit is een beetje mijn Batcave. Ik wil deze graag nog wel een keertje anders maken. Maar ja, hier de Batmobiel. Ik heb nog een Batman pak. Die zit daarin, in de Batmobiel. Ja, ik vind deze wel heel cool. En ik heb hier de Bat. Dat is ook wel echt wel heel vet. De Bat is vet. Mos Eisley Cantina. Ook heel erg leuk, vind ik zelf. Met landspeeder en dingen. Dat is mijn custom Jabba van Klei. Daar gaan we even hierheen. Dit is mijn Lego Dimensions collectie tot nu toe. De Sinterklaasboot heb ik echt heel lang geleden gemaakt. Ik heb geen flauw idee hoe lang. Ik denk een jaar of 5 of zo. En ik heb hier mijn custom Ecto One. Ook best wel mooi. Vind ik zelf. Dit zijn allemaal Lego minifiguren. Nou ja, het zijn ze niet allemaal. Er staan ook echt heel veel in mijn hele stad. Maar dit zijn er wel heel veel. Mr. Gold. Ik heb hem niet eigenlijk, helaas. Ik wou dat ik hem had, maar nee, ik heb hem niet. Ik heb gewoon een normaal goud popje. Dus ja, ik zal wel even de echte Mr. Gold laten zien. Daar is het plaatje. Nou, dat is een beetje voor de planken hier. Voor de kasten. Ik heb ook nog planken. Dit is mijn Wilde Westendorp. Ook wel leuk met Lone Ranger en zo. De grote treinbaan die loopt helemaal vanuit het Wilde Westen naar Waldhuisjes. En daar is het station. En die loopt een beetje hierheen. Dit is een beetje het Star Wars gedeelte. Hoe heet het nou ook weer? Battle on Takodana. Dat was het. En daar zit natuurlijk mijn gunship. Ik heb hier nog een hele vol plank. Allemaal Lego Star Wars dingen. Scheepjes. Droids. Ik heb daar mijn AT-AT walker met snowtroopers, boot, helikopter dus. Daar staat mijn kasteel met mijn custom Arkham Asylum port. Nou, dat is een beetje mijn collectie. Dit is de video. Jongens, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vind je dit leuk? Laat dan eventjes een duimpje achter. Ja, ik vind het best wel een mooie collectie. Het kan natuurlijk altijd meer, maar ik vind het wel leuk zo. Ik wil natuurlijk altijd meer verzamelen. Mwah! Nou ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer.